Sorry, kap. Beste Thailand-liefhebbers, mijn naam is Chef Joe. Vandaag neem ik u mee op een culinaire reis naar Thailand en de bestemming Phuket. We gaan een gerecht maken die heet Mue Hong. Het is een stew varkensgerecht. Het gaat nogal naar de zoetere kant. Dit gerecht hebben we te danken aan de Chinese cultuur in Phuket. Maar eerst, om in uw moed te brengen, een lekkere verse kokos, zoals op de stranden van Phuket. Oh, wauw. Phuket, I miss you. Mooie stranden, mooie hotels, lekkere restaurants. De Blue Elephant in Phuket is een aanradertje. Zijn jullie klaar? Oké. Okay. Let's go. Mue Hong, wat hebben we allemaal nodig als ingrediënt? Ten eerste, spek, buikspek. In Thailand heet dat Mue Sam Chan, dus varkens met drie lagen. Ja. Vel, vet en vlees, dus drie lagen. Wat hebben we nog nodig? Allerlei verse kruiden. Dus je hebt hier look, korianderwortels. Gedroogde kruiden hebben we zwarte peper, korianderzaadjes, sterrenijs. Kaneelstokjes, saus hebben we nodig, de witte sojasaus, de light sojasaus, de zwarte zoete sojasaus, zout, we hebben twee suikers nodig, de bruine suiker en de palmsuiker. Voor de mise en place gaan we onze buikspek snijden in blokjes van ongeveer 5 centimeter. Dus grote blokken. Echt. Zo. Ik weet niet of jullie kunnen zien. De look en de korianderwortels gaan we die eerst fijn snijden. En dit allemaal daarna fijn pletten in de vijzel. Look ook. Een handvol look. En dan een soeplepel, eetlepel, zwarte peperbollen. Ga dit allemaal fijn kloppen. Een klein beetje zout erbij doen. We gaan onze varkensbuik marineren met de kruiden. Dus de kruidenmengeling dat we gemaakt hebben. Peper, look, koriander, een beetje zout. Gewoon macereren. Hierbij doen we onze twee sausjes erbij. De light sojasaus. De zwarte. Zoete sojasaus. Het is heel donker van kleur. Dit gaat ook de kleur geven van ons gerecht. Goed mengen. Oké. We gaan er de drie kruiden bij doen. Kaneelstokjes. Sterrenijs, drie stuks, een beetje koriander, zaadjes. Het ruikt heerlijk. Eenmaal dat het gedaan is, gaan we dus alles laten rusten en marineren voor minimum 1 uur. Let's cook! We gaan eerst een klein beetje olie in de pan doen. Klein beetje. Want er zal genoeg olie uit de buikspek komen. We gaan dus het gemarineerde vlees
in de pan doen. Alles erin. We gaan er veel suiker bij doen, bruine suiker. Want dit gerecht moet eerst, de zoetesmaak moet op eerste plaats komen. Palmsuiker. Als je geen palmsuiker hebt, is dat niet, dat is geen probleem. Doe er dan meer bruine suiker bij. Oh, dat riekt er al heerlijk. De korianderwortels, look, komt er echt goed door. Zo, dan gaan we hier nog water bij doen. Nog een klein beetje zwarte zoete sojasaus bij doen voor de kleur. Het zoute smaak ga ik op het einde bij doen. Als je te veel zout nu bij doet, gaat dat te veel zout op het einde zijn. Hè. Dus niet gewoon laten zachtjes sudderen. Meer water. Na 2 uur koken hebben we dit nog over. Dus alles is gekarameliseerd. Spek is mals. Er blijft heel veel saus, heel weinig saus over, maar heel geconcentreerd. Dus we gaan ze nu portioneren. Dus de velken moet eraan blijven. Het ruikt in ieder geval overheerlijk. Het vuur te afdoen. Een stukje erbij. En dan een klein beetje saus op het einde natuurlijk. Want de karamelsaus. Dus het smaakt echt zoet. Geparfumeerd. Je ruikt er echt kaneel en de sterrenijs. En hier gaan we gewoon een klein beetje van de korianderblaadjes erover strooien. En klaar is ons gerecht. Lekker, smakelijk en see you in Phuket.